5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Grootste biomethanolfabriek ter wereld draait in Delfzijl. Nou, het begint natuurlijk bij de vergadering 's ochtends. En daar worden de onderwerpen gespuit. Op de man en vrouw af wordt gevraagd, wat heb je aan onderwerpen in te brengen? En we kijken natuurlijk ook naar de persberichten die bijvoorbeeld door de bureauredactie zijn verzameld, hun eigen ideeën. Nou, daar maken we een keuze uit. Ontslagen bij fabriek of een faillissement, nou ja, dan gaat dat natuurlijk niet zo'n hele grote groep aan. Maar dat is toch wel belangrijk, mensen verliezen hun baan. Dat zijn over het algemeen onderwerpen die vooraan in ons nieuws zitten. Maar het gaat ook om klein nieuws waar mensen zich iets dat aanknoopt bij hun eigen belevingswereld. Dat vinden wij ook belangrijk. En dat je gewoon stom toevallig van een kennis of een vage vriend iets hoort. Dat je denkt van, hey, dat is wel iets leuk om daar iets mee te doen. En dan ga je dus achteraan bellen. Hoe zit het in elkaar? Waar komt het vandaan? Klopt het? En als het dan leuk genoeg is, dan overleg je het. En dan stuur je er een verslaggever op af. En mij is altijd geleerd van netwerken, netwerken, netwerken. Dus veel bellen, veel contacten onderhouden met mensen, met name in de wereld van politie en justitie, maar ook de advocatuur, collega's, journalisten. En dat merk ik gewoon dat het heel erg belangrijk is om die contacten continu te onderhouden. En op die manier kom ik toch aan het meeste nieuws. Nou, ik heb eigenlijk dezelfde camera die jij nu hebt. Zo'n kleine. En stop hem in mijn tas. Ik pak de auto en ik rij naar de afgesproken plek. En ik pak mijn cameraatje en dan ga ik kijken of ik het redelijk in beeld kan brengen. Je interviewt zelf, je doet het geluid zelf en dan kom je terug. En dan zie je hier, dan mag ik het ook nog zelf monteren. Eigenlijk moet je manager van alles zijn, ja. En ook heel lief zijn voor je collega's en af en toe ook koffie voor ze halen. Dat hoort er allemaal bij. Teksten die de verslaggevers hebben geschreven, die ga ik een beetje nakijken en zo herschrijven, zodat ik het vanavond ook mijn mond uit kan krijgen. Bijvoorbeeld, het moet wel spreektaal zijn, dingen die je normaal ook zegt. En soms probeer je de teksten net een beetje leuker te maken, zodat het niet zo saai en stijf is, gewoon leuk overkomt. Dan ren ik naar beneden, dan sluit ik me op in de kleedkamer. Dan zoek ik de kleding uit die voor mij ook al is uitgezocht door een styliste. En dan kleed ik me om en dan ga ik de visagie in. Goedenavond. Het heeft even geduurd, maar BioMCN uit Farmsum heeft de grootste biomethanol.